komende zondag wordt om 3 uur 's nachts de klok een uur teruggezet en gaat de wintertijd in. En in deze video gaan wij bespreken wat de belangrijkste punten zijn voor jou om rekening mee te houden. De zomertijd is ingevoerd in de jaren 70 vanuit economisch perspectief. En de wintertijd is dus eigenlijk onze standaardtijd in deze tijdzone en komt het dichtst in de buurt bij hoe onze biologische klok tijd interpreteert. En dat kan bevorderlijk zijn voor je stresslevel en voor je nachtrust. Onze biologische klok zorgt ervoor dat wij een slaapritme hebben, maar regelt ook onze bloeddruk, lichaamstemperatuur en hartfrequentie. De omlooptijd is ongeveer 24 uur per dag. Essentieel hierbij is daglicht, want dat zorgt ervoor dat je interne klok gelijk komt te staan met de daadwerkelijke klok. En als deze twee niet gelijk lopen, dan functioneert je lichaam niet optimaal. Een ander effect van de wintertijd zien we terug in het verkeer. Met name tijdens de ochtendspits hebben we er last van. We hebben dan te maken met een laagstaande zon en dat kan hinderlijk zijn. Voor de avondspits is de wintertijd misschien juist wel heel positief. De zon gaat namelijk onder rond 5 uur en dan moet het drukste gedeelte van de spits nog beginnen. Ondanks dat we nu meer in ons natuurlijke ritme terechtkomen, hebben veel mensen in deze tijd ook last van een winterdip. Maar dat staat er los van. Dit heeft alles te maken met onze hormoonhuishouding en hoe dit reageert op het daglicht.